Op een zondag, jeetje ja. Mina, ben ik niet gewend. Ik ook niet, maar ik ben vanavond laat thuis gekomen, dus het is tijd om vroeg mijn nest uit te komen en keihard te werken. Waar kun je harder werken dan bij? De boer! Ja. Op een boerderij. Zo'n boer? Ja, nee, niet zo'n boer, die zijn goor. Oké, okay. Maar wat gaan we vandaag doen? Ja, mij lijkt het dus heel leuk om geitjes te scheren. Ja, maar wat mij tofst lijkt is tractorrijden. Ik wil graag dieren voeren. Volgens mij kun je als boer genoeg doen, dus laten we gewoon gaan beginnen. Ik heb een ding allemaal. Ja, ik ga even. Ja, dag René. Doei. Ik heb jou gezien met een brandblus. Hey, boer Barry. Hoi. René. Hoi. Hoi, Barry. Goedendag. Hoi, Barry. Raaf. Wat mogen we vandaag gaan doen, Barry? Koeien voeren. Hakken opstrooien. En trekken rijden. Oké, okay, nou, wow. Klinkt hartstikke tof. Ja. Oké, okay, nou zet ons als werk, zou ik zeggen. Oké, okay. Laten we wat doen. Kom op, boerinnetje. Ik ben er helemaal klaar voor, jongens. Ik ook. Barry, let's go, man. Laten we het doen. Kom op, jongens. Boer Barry! Yeah. Er ligt hier al overal koeienplas. Het is nu al ranzig. Dit is een soort wasseretten voor koeien, denk ik. Ja, stap eronder door. Nou, oké, dan ga ik dus tussen staan. Hey, het schort. Nou, hier stinkt het wel, hoor. Verder. Oh, nou, zet eens lekker. Lijkt wel zo'n Thaise massage. Maar dan zonder heb je. Ja, kijk. Zo. Of die heeft opgeblazen ballen, of die staat op het punt om te kalven. Oh ja. Als je goed kijkt, dan loopt er eentje bij. Hé, hey, wanneer is dit gebeurd, Barry? Vanmorgen om 10 uur. Dat meen je niet. Ze zijn gewoon te laat. Ja, ik heb het wel gezien. Ik snap het niet. Wacht, is die net nog geboren? Die is net geboren, ja. Vanochtend? Die is om 10 uur geboren. Heeft het kalf al een naam? Ja, dat wordt automatisch, gaat dat door. Mogen we hem baas noemen? Baas? Ja. Dat mag wel. Het is een meisje. Dit kalf heet... Bazin. Ja, Bazin dan. Nou, we noemen hem Bazin. Kijk eens mensen, Bazin. Maar daar staat een riek. Oh. Tegen het strooien. Oh. Ja. Hij is gelijk heel hard. We moeten gelijk ineens werken. En eigenlijk even de nageboorte eruit scheppen. Nee. Oké, dit lijkt een beetje op yoghurt en een soort inktvis. Oh, dat zie je. Oh ja, dit is wel. Moet je hem niet open laten trappen, hè? Was het dus net, of dat? Nee. Hé, waar doen we dit? Daar heb ik kalf in gezet. Het is de moederkoek. Eigenlijk. Oké. Okay. Kai, kan je hem even ergens weggooien dan? Kom maar, Kai. Ik, hallo. Hoi meneer. Maar voelt die koe zich nu niet zo kracht? Nee. Oh. Waarom zag ik deze nou niet aankomen? Ik denk dat ik even op tijd moet, omdat ze een beetje bang is. Hé, hey, Raaf, ga even onderstaan. Net als bij Center Park, zo'n warme straal, het zwembad. Bij mijn eigen sauna heb ik dat ook inderdaad zo lekker warmer. Goed. Dit is Elvis Presley. We gaan weer verder. Ja, oké. Maar wat gaan we nu doen dan? We gaan nu naar de jongfeesthal. 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 En dat is normaal jonge... Jonge dieren. Jong okay. Vee. Hey, jong vee is wakker vandaag. Ja. Kijk eens. We zijn nou bij de pubers volgens mij. Ja, dit zijn echte pubers, ja. Dat is wel te ruiken ook, zeg. Ja. Ja. Wat mij opvalt hier, is dat jouw koeien hebben best wel wat ruimte, hè? Ja. Ja, maar dat is ook... Dat is ook die maag. Oh, die maag. Wat is het voor geluid? Wat is het voor... Die koe staat lala, noemen wij dat. Ze zijn gewoon aan het seksen daar, hè? Nee, toch? Was dit echt het geluid daarvan? René, dit... Dat zei je! Zeg maar, echt waar? Nee. Oké. Okay. Jij even het voeren aan gooien bij de jongvee? Gooien ze erin? Nee, gewoon... Nee, een gewoon beetje aanschuiven. Aanschuiven. Oké. Okay. Twee gaan naar boven. Eén plak per hok. Even boven uitschudden, het stro. En daar netjes in het hok gooien. Succes. Ik ga ook maar beginnen. Ja, doe jij ook wat? Ja. Zo. Zat er één keer voor doen? Ja, doe jij dat eens één keer voor? Ik zat één keer voor doen. Want je gooit me wel een diep hoor vandaag, Barry. Oh, dat gaat een stuk soepeler inderdaad. Succes. Nou, dat moet te doen zijn. Het is echt mannenwerk dit. Want ik grip. Nee, ik kom erbij! Ik vind het zo aan die les dit.
Heb je? Weet je wat, jij dit dan gewoon verder gaan afmaken? Zal ik het even voor doen? Lekker bezig, lekker één met de natuur. Je kent het wel. Heerlijk. Ik vond het wel leuk hoor. Ik zou dit wel doen voor mijn leven. Ja. Maar wat gaan we nu doen? Ja. Eerst wat leuks. En dat is toch trekrijden. Yes! Top! De Renault 9034. Ja, ja. Welke van de twee? De gele, de grootste. Ja? Als het mag. Dan op de Classic? Dat mag ook op de Classic, ja. Ah, oh, wat een ding. Maar dan heb ik wel even mijn zoon nodig. Oké. Okay. Ja. En die, daar is die Classic van. Hij is echt? Is van jouw Classic? Jort? Echt? Laat me zien dan. Hierop. Lekker wijf achterop, ik ga even een stukje rijden. Hoi! We gaan nu even het schaaphok uitmesten. Oké. Okay. Schaaphok uitmesten? Ja. Dat klinkt intensief. Ja. Ja. Hier hebben we de schapen in gezeten. Hier? Ja, hier, hebben de, hier zijn ze geboren. Mm-hmm. Ja, je ziet wat er legt. Stront. Stront. Ja, ontkomen niet aan op mij. Nee, was ik al bang voor dit onderwerp. Dit is allemaal stront. Dat is mest. Oh, ik kom nou een gutje los. Zo, poeh. Oh nee, maar ik vind het ook echt goed. Mut. Oh man, pas op kaart. Hey, luidjes, even doorgaan nog. Dan zijn we zo klaar. Ja. Zo. Zo. Ja, goed man. Ja, jeetje. Hey, luidjes, het wordt in de kruiwagen. Lekker hè, René? Zo, en dan? Ik vond het wel echt leuk vandaag, de vrijheid die je hebt, hè? Zeker weten. Ik moet zeggen, er zijn bepaalde aspecten van dit beroep dat ik heel leuk vind. En dit vind ik dus gewoon helemaal niet. Dit maar wat minder. Wat ik wel echt tof vind, is dat er gewoon nu een bazin is. Ja, ja, we hebben een bazinnetje. Bazin, het pasgeboren kalf. Ja, vind ik ook tof. Ja. Ja, ze hebben het eigenlijk heel erg goed gedaan. Boven verwachting eigenlijk. Hey, vonden jullie bazin ook een lief koetje? Ja. Abonneer dan. Like dan voor het goede strontschep wat wij hier op zondag staan te doen. En vergeet niet even te reageren op onze comments als je dit nou een leuk video filmpje vond. Volg ons voor meer leuke beroepen en vergeet ons niet te volgen op social media's, Instagram, Twitter en Facebook. Hoppa. Tot volgende week. Hoeren!